Dames en heren, welkom bij Scheire en de Schepping, waarin wij uitermate gretig hulde brengen aan de schepping en haar schepsels. Ik hoef dat gelukkig niet alleen. Ik krijg het goed genoeg. Ik weet ook niet waarom dat ik nog niet gevraagd ben, hoor. Nog een comediereus die eveneens de voetjes op de grond weet te houden, maar niet als hij op een stoel zit. William Boeva! Hij is een heuse comedian, maar hij speelt geen comedian. Hij tapt ook geen mopjes op verzoek en schrijft ook aan zijn boek. Xander, oh Xander, de dag dat je ooit verandert in een salamander of in een koraal. Er loopt ook een rode draad door zijn rode trui op maat. En zijn handschoentjes in de winter zacht zijn nog warmer als hij lacht. Xander, ze staan er aan te schuiven, want er speelt een Xander op het dorpsplein. Yeah! Wie hier wil er mosselen om 1:30? Ik hier wil mosselen om 1:30. Wie wil er mosselen om 1:30? 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 Wie heeft er mosselen om 1:30? Wie heeft er mosselen om 1:30? Wie eet er mosselen om 1:30? Wie lust 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 er mosselen om 1:30? Wie wil er mosselen om 1:30? Wie eet er mosselen om 1:30? Wel, ik ken iemand die mosselen eet om 1:30. Ja, sorry Alexander, ben gereed. Zou ik je geen broek aan doen? Ja, sorry Alexander, nu ben ik echt gereed. Ja, zeg mij alstublieft dat je tenminste een nieuw intronummer geschreven hebt en niet zomaar al je favoriete versies aan elkaar gekleefd hebt, hè. Wie eet er mosselen om 1:30? Wie heeft er mosselen om 1:30? Wie heeft er mosselen om 1:30? Wie eet er mosselen om 1:30? Wie eet er... Dit wordt vast de allerbeste podcast van deze dag tot nog toe. Is niet moeilijk, want het is nog maar 1:30. 1:30. Mosselen om 1:30. Mosselen om 1:30. Mosselen om 1:30. Mosselen om 1:30. Ja. Dit wordt vast de allergilste podcast van dit gans jaar tot nog toe. Dat is niet moeilijk, want ik ben pas verjaard. Jee, 31 jaar. Nee. Mosselen op tram 3. Mosselen op tram 3. Mosselen jaren, maar kreeg iets aangeboden. Een solo-episode voor en door mij alleen. Elegans, puur en sereen. Mosselen op tram 3, mosselen op tram 3, mosselen op tram 3, mosselen op tram 3. Dit wordt vast de allergeenste podcast. Een mooie stad, maar het is niet zo mooi als Euro Disney. Met de verborgen Mickey's, de William zal het zweren. Hij liet er zich abonneren, raakt er nooit uitgekeken. Op attracties met sneeuwwitverlies, een droomhuis voor William en Lies. Hij laat zich soms wat hinderen door rotte Spaanse kinderen, maar niet met deze kleinen. Al die beesten moeten verdwijnen. De Williaminator, hij slaat maar shotten is beter. Zo agressief, wie wist dat? De Boeva hasta la vista, baby. En de William mag daar zelfs nog altijd binnen, hè? Meer zelfs. Hij betaalt daar 2 voor de prijs van half twee. Half twee. Mosselen om half twee. Mosselen om half twee. Mosselen om half twee. Mosselen om half twee. Dit wordt vast de allerbeste podcast. Nog alternatiever dan Studio Brussels. Troubleman, he would present this like this. Yo, have to. Mosselen at half past one. Mosselen at half past one. Mosselen at half past one. TLB, WTFONG, LOL, het was maar een grapje. In het Nederlands, dat snap je. C'était une blague, it was just a joke. Maar bracht TLB aan de kook. Hij reageerde gebetterend, nog giftiger dan een trein in Wetteren. Maar laat u toch niet zo verpletteren, door minder dan 140 letteren. Fuck Xander, laat hem struis doen. Dat is de komiek met een kuifhoed, talentloos zonder roeping. Nu is in Scheire en de Schepping, weinig bot en veel geblaad. Maar hier is een gouden raad, blijf beter dan je Engels praat, ook dan niemand West-Vlaams verstaat. Yo, dit wordt vast een ongelofelijke podcast, gevuld met Leuvense studentjes, ontriefd van al hun laatste centjes, om onze podcastkast te spijzen, voor decadente dure reizen. Ivoren handvat voor de demiqueue, portie gemengd met goud en truffelkeus. 1000 libellen van Swarovski, Dom Perignon voor bij de nice tea, Westvleteren voor bij de stoverij. De wijven kruipend over mij, een gouden microfoon voor Xander. En Seppe krijgt een buitenlander, maar werd hierdoor nogal pedanter. Hij gaf die man een dikke stamp, die strompelde naar huis met veel gekramp. Zijn vrouw vroeg hem wat hem overkwam en hij zei: ik liep tegen lamp. Ja. Het is gekend, het zit vol met sossen in Gent. Weg met Vlaamse belangblok, levend in retro Woodstock. Kledij gemaakt van dreadlocks, vreed veganistische wok. Kapitalisme haten, maar wel onze uitkeringen laten. Kruip gouden rug in uw tipi. zweterige, diabolo spelende hippie. Daar weer een auto dat verkeerd staat. Daarom noemen ze de sleepstraat. Alles weer mis. Mijn Gilles kostuum aangedaan. Mosselen om half twee, mosselen om half twee, mosselen om half twee, mosselen om half twee. Dit wordt vast de Antwerperse podcast. Die podcast is echt zot gast. Kijk, graaf en panellek wast. Ja, Gilles, wat een zwak staaltje van dat Antwerpse taaltje. Schoenmaker, blijf bij je leest. Ben altijd van Oost geweest. En zo kan ik klappen. Mijn tolken vol met sappen. Maar werd er toch niet koud af. Roep gewoon, zet die ploot af. De wever heeft nu een dunne lever. Er kan minder op liggen, vooral van links gezever. Maar het kan hem toch niet schelen, want bij de zwarte gelen is hij de allerslimste. Dat zeggen ze in het Engels, hè. Heeft iemand nog oordopjes? Tegen Gilles zijn woordmopjes. Het is goed, jongens, al stopjes. Makkelijk, mocht een derde. Dit wordt vast de tweede beste podcast. De beste die was gisteren. Je zag de mensen glinsteren. Euforisch contentement, zoals een kind in snoeptent. De Geens met portie gemengd. De Seppe die een vriend kent. Xander die moppen neerpent. William in een Disney-prent. Gilles die kunst aan de man brengt. De Demi op een klei verloken. Met wat houtsnip op een boken. De projector staat te roken. En dat mag niet in de cinema. Toch niet voor?